Als je nou al die berichten leest, hè, in de krant, over dat mensen kunnen gewoon hun boodschappen niet meer betalen. Want de boodschappen worden, dat blijkt nu, alsmaar duurder, duurder en duurder. En niemand weet hoe dat komt. Iedereen wijst naar elkaar. Ja, de supermarkt naar de producent en omgekeerd. En ja, en dat gaat maar door. En nu komt er weer, de energieprijzen die vliegen natuurlijk ook allemaal de pan uit. En nu komt er weer, blijkt binnenkort, een kwartje bovenop de benzine. Dan sta je aan die benzinepomp, elke liter, poem, kwartje erbij. En er zijn dus een 500.000, kun je je voorstellen, 500.000 huishoudens in Nederland die het gewoon niet meer redden. Helemaal niet meer redden. 500.000, dat zijn dus huishoudens, hè? Dat zijn dus meer dan 1 miljoen mensen die dus gewoon helemaal niet meer weten hoe het verder moet. En dan hoor je niks van het kabinet. En dat is maar één van de grote problemen die zich nu afspelen in Nederland. En Mark Rutte is dan de chef, hè, van dit geheel. Die hebben we de afgelopen maanden helemaal niet gezien, niet gehoord, niks. En dan komt er niet een mededeling of een speechje voor die mensen die er financieel helemaal niet meer aan kunnen. Nee, of dat je iets gaat doen als kabinet om die mensen te gaan helpen. Nee, dat doen we allemaal niet. Nee, dan komt Rutte in de publiciteit met de mededeling dat hij niet meer gaat aanschuiven bij Vandaag Inside. Dat is dan het enige waar hij mee die kan komen, onze premier. Ja, want na afloop is het dus niet zo gezellig bij Vandaag Inside. En dan gaan de mensen gelijk weg en er wordt niet meer eventjes nageborreld en zo. En dat is dan de reden, en dat komt ook allemaal in de kranten en zo. Dat is dan de reden dat meneer Rutte even in de publiciteit moet komen. Nou, dat is toch te gek voor woorden. En dan denk ik bij mezelf, Rutte, je had gewoon al maanden geleden, had je gewoon lekker weg moeten gaan. Want het enige wat jij nog doet, is rondreizen. Overal handjes schudden. En dit doen met die Zelensky. Oh man, kan niet genoeg op de foto en op de video met die Zelensky. Kijk maar eens even lekker goed met die Zelensky omgaan en zo. Ja, en dat. Weet je wel, en weer een Netanyahu en nog een keer. En maar reizen. En maar solliciteren voor zijn baantje bij de NAVO. Ach. Ja, nee, dat kan toch allemaal niet, vrienden. Nee, meneer Rutte is alleen maar bezig, en dat is het punt, vrienden. Meneer Rutte is alleen maar bezig met, niet met het land, maar met meneer Rutte.